Ja, een extra filmpje voor vandaag. Want sinds vrijdagavond is er ineens iets gaande. Staan wij aan de vooravond van een militaire coup in Rusland. Nou, we kennen vast allemaal deze meneer nog wel. Wagnerbaas Yevgeny Prigozhin. En die is boos. Of eigenlijk nog beter gezegd, loeiheet. Het Russische ministerie van Defensie zou namelijk Wagnerkamp hebben gebombardeerd, waarbij doden zijn gevallen. Nou, Prigozhin zelf zou wraak hebben gezworen op het Russische ministerie van Defensie. Nou, hij heeft een speech gegeven in het Russisch. Die heb ik op mijn Patreon neergezet. En over mijn Patreon zondag in de video meer. Nou, zijn speech is in het Engels vertaald en ik zal even wat belangrijke stukken eruit halen. Het Russische ministerie van Defensie heeft lak aan de levens van Russische soldaten. Zij zijn het woord gerechtigheid vergeten en wij gaan ervoor zorgen dat zij zich dat herinneren. Degenen die vandaag onze jongens hebben vermoord en andere tienduizenden levens van Russische soldaten hebben vernietigd, zullen worden gestraft. Ik, Prigozhin, vraag aan iedereen om zich niet te verzetten. Degenen die dat wel doen, worden beschouwd als gevaar en zullen onmiddellijk worden vernietigd. Dit betreft ook alle checkpoints die we onderweg tegenkomen en alle luchtvaart boven onze hoofden. Ik, Prigozhin, vraag aan iedereen om rustig te blijven en in hun huis te blijven. Zij die aan onze route wonen, gaan niet naar buiten. Nadat wij voltooid hebben waar we aan zijn begonnen, gaan we terug naar de frontlinie om het moederland te beschermen. En er is toch inmiddels wel lichte paniek merkbaar in Rusland. Inmiddels is het Fortress-plan in werking gesteld. En dit houdt in dat er met spoed personeel bij elkaar geraapt, gehaald, geef het een woordje, kan worden om belangrijke objecten te beveiligen. En ook zal dit plan Rusland in staat stellen zichzelf te beveiligen tegen aanvallen van buitenaf. We weten allemaal wel dat Prigozhin een Rus is, dus ja, hoe dat als buitenaf kan zien, ik vraag het me af. Nou, Poetin is inmiddels geïnformeerd over de situatie en ook alle benodigde maatregelen zullen zijn genomen. Aldus Dmitri Peskov. In de Rostov-regio, dat is het gebied in de Rode Lijn, zijn ook maatregelen genomen. De Russische National Guard is actief aan het patrouilleren op straat. De FSB, dus de Veiligheidsdienst van Rusland, heeft in samenwerking met het SORB, Special Rapid Response Unit, zeer vrij vertaald, wegblokkeringen met checkpoints opgebouwd op de snelweg tussen Rostov en Moskou. En ook zijn leden van het SOBR per vliegtuig van Moskou naar Belgorod ingevlogen. En ook Moskou zelf wordt inmiddels extra beveiligd. Tijdens het monteren van deze video kwam dit bericht nog naar buiten op de Telegram van Wagner. Ja, we kunnen er niet zo heel veel mee, maar wie weet is dit het begin van alles. En let ook even op dat het in Rusland een uurtje later is dan in Nederland. Nou, al deze ontwikkelingen zijn nog vers. En in de video van zondag, zo weer over, op het moment van opnemen over 2 dagen, inmiddels over 1, gok ik. Daar gaan we het er vast nog over hebben. Nou, dat was het dan voor nu. En dan zie ik jullie zondag weer.